Er zijn natuurlijk heel veel wedstrijden en dan hebben we het over onze triathlon bijvoorbeeld aanstaande zaterdag. Morgen dus. Die starten niet in de avond. Nee, 9 uur 's ochtends gaan en we. Er zijn maar beginnen. heel weinig. Ja. ja. Dus je moet wel een beetje gewend zijn om actief te zijn in de uren dat je moet presteren. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik middle aged man in Lycra, Gerrit Heikoop, over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over. Sporten in de avond. Wat maakt het uit voor je slaap? Vooral in de zomer is het heerlijk om s'avonds nog te sporten. Maar voor het herstel is het wel belangrijk dat je hierna goed slaapt. Gaat laat sporten op de dag eigenlijk ten koste van je nachtrust? En is het daarom slimmer om s'avonds vooral met de beentjes omhoog te gaan zitten? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen. Hey Gerrit. Goedemorgen. Goedemorgen. Terug uit Frankrijk. Ik uh, yeah. op Strava dat je daar lekker hebt rondgefietst. Zeker. Heb je goed geslapen in het hotelletje? Ik heb uh, slecht geslapen. Ja? Ja ik, sliep, ja, ik sliep met iemand anders die je niet kent. Ja, daar kan ik al... Uh, dat is eigenlijk het echte wielerleven wat ja. je daar hebt geleefd, ja, hè? Een beetje Frans hotelletje, warm... Uh, ja zo'n frans hoteltje dat zijn beste tijd wel gehad had hè, zeg maar dan wordt er dan ook wel een beetje een beetje krap en uh, een beetje geluiden en, een en beetje meerdaagse etappen ja, uh, koers. koers jullie ja. gingen meerdere dagen achter ja. elkaar flinke rit ja. maken door de Pyreneeën ook nog ja nee, dat is het uh, ja een beetje voelen het... als de echte, echte jongens. Dat doen. ja, ja nou, je zit er vrolijk vroeger, bij vroeger in ieder geval. Ja. Um, hoe laat vertrokken jullie uh, bij die wielertochten wij vertrokken oh, uh, half acht, uh, ontbijt, half negen. Ochtend, was ja. dus duidelijk ochtendsporten. Ja. Ja, ja. en Nee, je meer in de nee ochtend? en dan waren we inderdaad uh, <laughs> om uh, vijf uur zeker wel klaar. Dan uh, werden de eerste biertjes, denk ik, toch wel. Ja. Dus... En toch nog slecht geslapen. Dat zou misschien nog daar nog ja. mee te maken hebben. Dus ja, nou, ja, zijn we ja, al klaar ja. met deze aflevering? Jij was het, natuurlijk ja. daar niet om te presteren. Nou ja, soort van. Hè? Uh, en de vriendenkoers, waar je natuurlijk niet, zeker niet de zwakste ja. schakel wil zijn van nee. de groep. Um, we gaan het in deze aflevering hebben over enerzijds slaap en anderzijds het moment van trainen. Namelijk, wat doet fysieke inspanning op de kwaliteit van je slaap in zijn algemeenheid? Gaat laat op de dag sporten ten koste van je slaap? En, interessante vraag, uh, word je dan ook slechter wakker als je s'avonds laat geslapen hebt? Daar heb jij een paar studies voor gevonden. En we gaan uh, uiteindelijk dan maar op zoek naar een concreet advies. Moeten we nou wel of niet uh, s'avonds gaan, uh, gaan trainen? Ben jij. Een ochtend- of een avondtrainer, Jurgen? Ik ben een, euh, ja, een avondtrainer. Over zijn algemeen. Ja, zeker. Ja. Ook als ik kijk, natuurlijk, van de agenda van de UHTT, die wel de zwemagenda. Ja, de Utrechtse overrug Triathlon -team, Ja, Daar wordt uh, zeker uh, de, alle zwemtrainingen. Nou ja, er schijnt er eentje op donderdagochtend te zijn. Daar ga ik nooit naartoe. In ieder nee. geval. Maar voor mij is het uh, of maandagavond of woensdagavond. Nou. Fietsen met dit clubje is altijd op dinsdagavond. Uh, hardlopen. Yeah. Uh, ja. Donderdagavond. Ja. Ja. Ook in de weekenden, ja, dan wil ik wel eens een keer uh, 's ochtends vroeg uh, meer gaan sporten. Ja. ja, ik was natuurlijk ruim vijf jaar geleden betrokken bij de oprichting van deze triathlonvereniging. Ja. En ik weet wel dat we toen de trainingstijden aan het bepalen waren. En een van de afwegingen was wel, uh, want ik geloof dat de looptraining nog steeds om half acht ja. begint. Hè? Ja, en dat is ja. best vroeg als je met kinderen en eten en weet ik veel, ja. dat dus kan er niet om acht uur. En toen. Toen riep Marco Glaster al heel sterk, nee, 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 want dan zijn we te laat klaar Kijk. en dan kun je niet goed slapen. Ja. Nou, dan gaan we in deze aflevering ja. maar eens uitzoeken of dat klopt. Wat is nog meer een aanleiding om het hier vandaag over we te filmen? hebben? We hebben uh, een mail gehad we van Jacco. We hebben een Jaco. brief gegeven. Een brief. Is, is van Jacco weet je? Ja. Die uh, uh, in ieder geval ons attendeerde op een bericht, denk ik, in de... The Runner's World of Eats. Nou van, ja. Een van de populaire bladen. Ja, een studie. En hij zei: Hé, hey, uh, dat uh, lijkt me wel een interessant onderwerp. En uh, dat was natuurlijk één, uh, één overzichtsartikel. Of, uh, ik en... heb zijn mail hier voor mijn neus. Ja. Hij schrijft letterlijk: uh, Je hoort wel eens mensen zeggen. Ik kan s'avonds niet gaan sporten om negen uur, want dan slaap ik niet of te laat. En hij zegt: Mijn ervaring is heel anders. Ik heb drie kinderen en overdag een drukke baan. En toch de wens om vijf of zes keer in de week te sporten. Daarbij wil ik ook gewoon meehelpen met het avondeten. En dan eet ik zelf ook met uh, mijn gezin mee. Kortom, moet je dat eten eerst weer even laten zakken. Dus vaak kan ik niet sporten voor half negen of zo, nationaal. Zeg maar, soms zelfs nog wat later. Mijn eigen ervaring is dat ik vrij goed kan leven met de zes uur slaap die ik dan krijg. Ik voel me daar niet slechter bij, uh, zeker als ik dan af en toe wel even fatsoenlijk acht uur pak en dit al jarenlang. Dus, uh, nou, en vandaar dat hij zegt, uh, en dan heeft hij nog wat over zijn data dat hij uh, wat hij uit zijn Garmin trekt. Ja, um, en dan heeft hij inderdaad het artikel uit de runningsveld. En hij zegt, ik ben benieuwd of jullie hier wel eens in kunnen duiken. Is het nou echt bewezen of zo? Um, en dan is het wel heel nuttig advies aan de gemiddelde bankzitter. Niet blijven Netflixen, maar gewoon nog even gaan sporten en dan goed slapen. Dus ik denk dat hij vaak de discussie aan moet. Met, ja. Uh, ja. ja. Maar ik vind wel wat, uh, paar, wat interessant wat hij zegt. Hij gaat, ergens geeft hij aan dat het wel ten koste gaat van zijn uren slaap of zo. Hè? Want hij zegt, ja, de, nou, dan slaap ik nu maar zes ja. uur. Ja. Ja, is dat puur omdat hij. Uh, nou ja, echt, nou, het gevolg echt laat is. Hij zegt, ik ga dan pas rond middernacht naar bed. Ja, ja. Ik moet wel op tijd op. En dan slaap ik maar zes uur. Ja. Maar hij ziet dan in zijn Garmin-data dat hij dan wel meer uren diep slaapt. Ja, kijk, 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 kijk je wel eens in die Garmin-data? Nee, want ik slaap niet met uh, nee. mijn horloge aan. Ik heb dat een paar weken geprobeerd. En toen had ik binnen twee weken mijn bandje kapot geslapen. Ik vind het ook niet prettig. Ik heb een tijdje zo'n telefoon-app uh, langs mijn bed gehad. die het dan op basis van geluid deed. Ja. Maar uh, toen zei Casper Jansen ooit in die aflevering over slaap: dat is onzin. Die meten niet goed, dus stop daar maar mee. Uh, dus het enige wat ik doe is uh, kwalitatief elke ochtend invullen op een schaal van heel slecht tot heel goed. Hoe goed heb je geslapen en hoe laat ging je slapen en hoe laat word je wakker? Puur, dus, dus, op dus jouw uren en kwalitatieve data. data, ja. data ja. Ja. Nee, maar Het is wel interessant. Nou ja, goed. Want. En dan daar, ik kijk daar eigenlijk ook nooit naar, totdat uh, ik dacht van slaap jij ja. met je horloge? Aan. Meestal wel, ja. ja okay. Alleen dus uh, bij in, in Frankrijk, waar we het over hadden, niet, want dan moest die opgeladen worden voor de volgende oh, dag. Oh ja, hè? Dan natuurlijk we je was hij aan het presteren. Ook je... Nee, maar het is uh, goed. Ik, ja, voor, voor wat het allemaal waard is. Hè. Ik heb dus uh, afgelopen nacht echt goed geslapen, zegt hij ook. Slaapscore van 85 op de 100. Nou, maar. Lekker ga... man, hey, complimentje nee, voor ja, is jou. Goed. <laughs> Kun je niet tegenaan. Hoeveel uur? Uh, dit was toch wel slaapduur 7 uur 22 minuten. En hoe is dat voor jou uh, ten opzichte van je gemiddelde? Ik had ook goed geslapen. Uh, langer. Ik denk dat hij normaal zes en een half of oh, zo Ja, ja? Want hoe laat ga je normaal ongeveer naar bed? Ik ga uh, ja, normaal... Je wil echt alles van me ja, weten. Nee, nu, ja. ja, maar dat vind ik interessant. Elf uh, uur, kwart over elf. Ja, het ja. is ook wel de warmte. Maar dan ga je, nu, ga je naar dus. bed of dan ga je slapen? Ja, uh, ga ik naar bed. Dus ik denk dat ik slaap... Probeer half twaalf gaat het licht uit. Ja. ja, ja, precies. En dan sta je op om? Uh, kwart over zeven, half acht ja dan heb je toch ruim zeven uur als ja. je dat als je ja, als je dat dan, dan ja maar ja. jij weet niet hoe ja, het vaak naar het WC moet nee, straks, dat is waar heb je wel zo uh, uh, bekend het is, best, het is best wel warm is wel nee maar wel. kijk die slaapscore. nou die heb ik maar even voor vier weken erbij gehaald ja. en dan uh, ja goed de, de hoogste score is rond 97 geweest in die vier weken de laagste een keer 29 Wil je wel weten, oh dat is was... heel slecht wat oh. heb je die nacht nou ja weet man? niet was er feestje of noem maar op ik weet het ook niet Gemiddelscore 74 nou dat is best oké. Okay. Ik, ik heb eigenlijk geen referentie. Nee, je hebt geen idee. Maar wat wel interessant was, want ik heb eens gekeken naar uh, een maandagavond ja, na het na zwemmen. zwemmen ja. En uh, nou, 75. Die noemt hij niet goed trouwens. Dan noemt hij nog redelijk slaapscore. Ik denk, en toen ben ik eens gaan lezen en dan geeft hij... Dan moeten we de wetenschap in. Hè? Ik zie jou al erbij. het uh, papier erbij pakken. Slaapscore ja. 7500, redelijk. R en dan heeft hij erbij geschreven... Is hij Garmin? Ja. Ja, dat ja, is een hij voor mij. Maar, ja, ja. Uh, rusteloos. Rusteloos. Hoewel u lang genoeg sliep, was uw slaap rusteloos. Uw intensieve lichaamsbeweging vlak voor het slapen gaan, heeft uw slaapkwaliteit beïnvloed. Probeer eerder op de dag te sporten en ontspan vlak voor het slapen gaan. Oh, denk, dus maar, maar Carmen moe... heeft. Ja. Uh, oh, dit wordt een interessante aflevering, nou, want we gaan daar ook de wetenschap. En dat induiken. zwemmen is van half acht tot half negen. Toen ben ik uh, naar huis gefietst. Ja. Maar in de jeetje. Garmin adviezen ja. zit dus het adv zit een bias of zit een overtuiging dat je dus kort voor het slapen ja. niet moet sporten. En dan kun je doorklikken naar uh, adviezen volgens mij van de Mayo, de Mayo Clinic. En de Mayo Clinic is uh, wel een hele belangrijke en ook wel uh, goed wetenschappelijk instituut. Dus ik geloof echt wel dat er uh, wetenschap achter zit. Maar ik ben wel een beetje bang dat ze gewoon wat algemeenheden erin gooien. Ja. Dat zijn natuurlijk... wat kunnen ze bij mij zien? Uh, de vraag is al hoe goed ze die slaapscore... kunnen beïn... of uh, kunnen afmeten. Uh, en, en nou ja, dan kunnen we het zo over hebben. Hoe doe je dat eigenlijk? Mm -hmm. Dus wat zegt die 75? Hoe goed kunnen zij meten dat ik inderdaad uh, zeven uur in 12... ziet er wel het twaalf? Of jouw arm vooral stil ligt, of dat jouw arm ja. Veel beweegt. Dus hij gaat af van ja. beweging. Ja. ja. Oké, okay, maar je hebt natuurlijk met. Uh, we hebben vier, uh, misschien sommigen zeggen vijf uh, slaapfases. Mm -hmm. Dus eigenlijk uh, even in het kort. Ja, de inslaapfase die is heel kort en dan lichte slaap, diepe slaap diep slaap, dan is jouw EEG, jouw hersenactiviteit heel laag. Dan lig je echt denk, lig je in een. Nou ja, dat voelt als uh, dat je in een halve coma ligt, denk ik. Mm. En daarna komt de be bekende remslaap, hè? De, ja. uh, de droomslaap, waarin je toch. Uh, ja, nou, hartslag gaat dan weer omhoog, ademhaling. Daar beweeg je wel namelijk, of in ieder geval, dat is gewoon activiteit in het lichaam. Kortom, ja, dan ga ik toch afvragen hoe goed wel, kan hij precies die fases. Hij komt er wel, uh, hij geeft het er bij mij ook aan, die vier verschillende fases. Um, de manier om in de wetenschap dat goed te bekijken is polysomnografie. Okay. En dan moet je eigenlijk gewoon in een, uh, dat kan je niet thuis doen, want je, je, je krijgt plakkers in een slaapkliniek. Ja, EEG. En daarnaast meet ze ademhaling, hartslag. Volgens mij doet het ook plakkers op je spieren om je spieractiviteit te meten. Of het geluid wel of niet snurkt. Nou ja, dat, dat neem je eigenlijk allemaal mee uh, om die, uh, te kijken naar de slaapkwaliteit, de duur van de verschillende fases. En. Uh... En volgens mij is het idee dat je in principe begin van de nacht, daarom hoor je ook vaak van dat dat het belangrijkste is, de uur, eerste uren. Mm -hmm. Dan ga je al die vier uh, fases netjes af, hè? Uh, die komen na elkaar en dan begin je weer opnieuw. Duurt in totaal anderhalf, twee uur. Ja. En dan ga je de volgende keer. Als uh, uh, meer over wil weten, even leuk haakje. Ja. Aflevering 31 alweer. Meer dan 110 afleveringen geleden. Met Casper Jansen, ja, sportarts. En, en ook slaapdeskundige. Gaan we hier ook uitgebreid de diepte in. Allemaal tips ook over je slaaphygiëne. Ja. Hoe je die kunt verbeteren. Maar ja. En, uh, nou ja, maar goed. Het interessante is dan wel van. Als je ook de studies daar. als je dan allemaal gaat meenemen. Ja, er valt zoveel te meten. van niet alleen de lengte van de verschillende slaapfases. Maar uh, ja, bijvoorbeeld ook van ja, de wanneer val je in slaap? Hoe vaak ben je eigenlijk wakker? Hoeveel uh, uh, minuten in totaal? Mm -hmm. Dus dat merk je als je die, uh, die studies opzoekt. Ja. ja je moet wel even de, ja, de, de manier waarop het geanalyseerd wordt en uh, 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 gekwantificeerd is. Ja, gaat een hoop verschillende kanten op. Dus mensen zoeken gewoon hun, uh, ja, hun, 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 hun meting. En daarnaast wordt er heel veel gewerkt. Jij gaf het al aan met. Uh, ja, enquêtes, vragenlijsten. Ja, en subjectieve dat data. Wel iets uitgebreider dan, uh, dan bij jou, uh, denk ik. Niet zo even één schuifje. Maar uh, ja, dat kan natuurlijk variëren van, van 20 tot 30 tot 40 vragen die je even. Ja, moet, uh... Nou, wat ik. En daar heb ik hier wel eens vaker over verteld. En toch maar even het belang. Want ik zie ook, het is natuurlijk ergens al uh, de, de vierde aflevering die wij over uh, slaap maken. En dat komt natuurlijk, omdat de wortel of de bron daarvan ligt al in aflevering 2 Waarin ja. wij gingen kijken welke methodes om je herstel te bevorderen, werken allemaal goed. En dan kwamen we eigenlijk maar. Eén echt met koppen schouders bovenuit. En dat is slapen. Ja. Hoe meer je sport, hoe beter je moet slapen. Want daar gebeurt de echte aanpassing en herstel en adaptatie. Ja. Dus vandaar dat het zo belangrijk is. En ik merk, ik heb al vaker toen ook in die aflevering gezegd: puur door mezelf te dwingen, als ik wakker word, om op te schrijven: hoe laat ging ik nou slapen en hoe laat word ik wakker. Oh, een nachtje van zes uur. Helpt mij toch om sneller dan weer even te zeggen: hey, Ik moet nu even opletten, ik moet er op tijd in. En, en tuurlijk voel je dat ook. En tuurlijk weet je het wel. Maar ja. door het zo hard op te schrijven, merk ik dat ik mijn gedrag sneller aanpas. Ja, ja. nee, dat, uh, dat is logisch. Nou ja, ik moet ook zeggen: als ik toch naar deze scores nu kijk, dan zit er een bepaald verlopen in. En dan, uh, ja, het, het lastige is soms. Het lukt, ja, dan wil je het graag. Maar dan, ja, uh, dat en, heb ik dus ja. nu in deze weken. Want ik maak me wel een beetje zorgen. Ik heb de afgelopen weken heel hard gewerkt. Ja. Rondom de Uilen Maar juni is ook traditioneel het uh, hoogseizoen in congressen en evenementenland. En er komt dadelijk een grote wedstrijd aan. Dus ik wil ook, ook nog trainen erbij. En dan weet ik ik moet goed slapen. Maar er zijn nu drie dingen denk ik die mijn slaap verstoren. Want één, nu door deze weken, dat is de aard van mijn werk. Dat is ook waarom ik mijn werk leuk vind. Er zit veel adrenaline in het lijf. Ja. Ja. Dus ik kan gaan als een malle. Maar dat betekent ook dat ik ja, ik kan ook met minder slaap, maar ik slaap dus ook minder. Ja. En dat ik weet nu rationeel, dat is niet zo goed. Maar het gaat, omdat de hormonen dat fixen voor ja, me. Ja, ja, dat ja. is één probleem. Tweede is uh, de temperatuur. Eh, het is nu in juni eindelijk warm geworden. Nou, dat geef je zelf ook aan. Dan is het s'avonds lang wachten tot het wat afkoelt voordat je erin gaat. Maar ook, wij wonen hier op de prachtige Utrechtse heuvelrug. Ik vind het heerlijk. Uh, nou, in de stad heb je het misschien ook. Maar er zijn in mijn tuin nogal veel vogels. <laughs> van <laughs> vroeg, hè? Oh, ik kan je vertellen, het is ook nogal vroeg licht. Ja. Die gasten, die beginnen om half zes, ja. zes uur een partij oh, te is het kwaken, vijf, jongen. Vijf, ja. Prachtig. Ja. Maar in de combinatie met die adrenaline, evenementen, opwinding. Ja. ja, ik word rond half zes, zes al een keer een beetje wakker. En dan hoor ik die beesten, ja, dan gaat het hoofd aan. En dan ben ik eruit. Ja, dan denk Dus dan jij, heb ik allemaal nachtjes van vijf en een half, zes uur. Ja. ja, dat is natuurlijk eigenlijk te weinig. Ja, want dat weet je, ja, dat hebben we natuurlijk met Casper Janssen en andere keer voorbij. Ja, er genoeg studies gedaan waarbij ze uh, relaties hebben gelegd, sowieso tussen uh, uren slaap, slaapkwaliteit en, en sportprestatie. Ja, al dan niet dat ze gewoon uh, atleten bewust hebben wakker gemaakt na vier uur slaap uh, en dan gekeken gaan maar eens op de fiets we zitten. en ja. uh, hoe gaat het? Ja, nee, het hakt er acuut eigenlijk in. Goed. Zelfs één, één slechte nacht ja, en dat is alleen... Ja, pas op hè, want hier hebben we het ook vaak gehad ja. hè, als we het hebben ja. over afleveringen. Wat is nou de laatste dag voor de race? Want die ene slechte ja, nacht die, voor die race, kun je die je krijg niet gaan je zo. Precies. Ja. ja. En dat dat kan je ja, wel hebben. Ja. Ja. ja Oké. Okay, nee, aflevering. maar uh, even terug naar het onderwerp. Uh, ja. Trainen Want, in de avond. Ja, nou, dan wil ik toch maar even een stap terug doen van. Um, jij noemt het al van, ja, goed. Adrenaline, inspanning, uh, lichamelijke activiteit. Ja, uh, dat is de ene kant van het spectrum. En dat, dat bijt een beetje misschien met slapen gaan. Waar je zegt, hey, maar ik wil juist uh, weinig ontspannen, adrenaline en rust, ontspannen. Uh, ja. Nou ja, uh, er zijn echt. Nou, valt me. Uh, het viel me reuze mee eigenlijk op hoeveel studies gedaan zijn. Eerst in zijn algemeenheid van hoe goed wat is de relatie nou tussen sporten en slapen. Ja. Nou, en uh, natuurlijk, wij zeggen: maar Deze triviaal. is hè, opwinding, uh, inspanning. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen: je bent vermoeider. Ja, ja. toch? Dus ja. je hebt meer behoefte en, aan slapen. Uh, en los dus van het tijdstip, want dat, wat, ja, in principe is daar. Daar komen we straks wel op van, wanneer kan je dan het beste en is het, moet je inderdaad uitkijken met te laat ja. nog gaan sporten. Nou, ze hebben echt heel veel studies gedaan uh, naar ook mensen die van nature een beetje moeilijk slapen. Uh, niet zozeer omdat ze een of andere slaapziekte hebben, apneu, nummer maar op. Maar zwangere, oudere, mensen met bepaalde soorten kanker. Uh, nou ja, die. Slapen, wat goed. slapeloosheid <laughs> wil ze het niet noemen, maar mensen die toch ja, echt. Moeilijk uh, slapen. Uh, ja, en daar duidelijk dus relaties gevonden, ook al door te kijken van, nou, te vragen hoeveel sporten jullie op een dag, of gewoon een, een, een beweeginterventie aan te bieden. En dat kan van alles zijn, huishoudelijke activiteiten, aqua, joggen, potje basketballen, uh, you name it. En het is overduidelijk dat die, bij die groep mensen, dus die van nature wat slechter slapen, of door uh, mm -hmm. uh, omstandigheden, dat de, 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 de slaapkwaliteit omhoog gaat. Als ze gaan bewegen. Ja. Dus, sporten slapen beter. Altijd goed, ja. Is dit resultaat door te vertalen naar de algemene mens? Ja, of gaat het wel het, specifiek ja. over mensen nee, met slaapopbrengen? Algemeen problemen? hebben ze gewoon gekeken, mensen, uh, jij en ik, uh, tussen 18 en pak een beetje 60 jaar. En al die studies ook eens op een rij. En gewoon prima slapers. Ja. Dus niet waar je weet, ik, hey, maar heb jij... Hmm. Uh, hmm. En ook daar geldt, gewoon, het ook geldt hetzelfde voor. Alleen wat dan wel opvallend al is, dan hebben ze gekeken, hé, hey, wat voor soort inspanning... Doe jij is aangeboden in de studies, en dan zien ze eigenlijk toch dat het een, een gunstiger effect beter effect is van um, ja, matig intensieve inspanning, ja. dan van uh, hoog intensieve inspanning. Dus, Oké, okay. nou en daar, dus dat is een maar beetje moeten natuurlijk Jack opletten op dat komt. we de wereld niet op zijn kop gaan zetten, want we gaan nu. Ja, dat is leuk voor mensen met slaapproblemen. Kun je zeggen, ga maar bewegen. Ja. Maar wij zijn natuurlijk met mensen die hiernaar luisteren. En wij zelf zijn mensen die bewegen en zo goed mogelijk weer te slapen. Ja. Dus we hebben niet altijd voor het kiezen of we intensief nee. of matig intensief bewegen. Nee, en nog steeds zeggen zij: ook zelfs als je hoog, intensief, dat is altijd altijd goed. Beter. Maar op de een of andere manier uh, werkt dat minder. Ja, uh, hard of gunstig door in de slaapkwaliteit. Oké. Okay. Maar dat komt, denk ik, wel op het punt wat vaak genoemd wordt. Is uh, ja, rustig trainen op de avond prima. Ja. Maar maak het niet te gek. Nee, ik denk dat want... dat wel is. Nou ja. Ja, want omdat nee, ja, maar dat ik is wil naar de volgende wetenschap. Hè, ja. toch? We hebben ja. dus nu aangetoond sport is goed voor je slaap Fijn, ja. basis. Maar en dan komt praktisch. die studie bijvoorbeeld die, die Jacco naar verwees. Ja. Nou, dat was ook een overzichtsstudie van Zwitsers 2018. En die concluderen eigenlijk, zeggen ze, en dat dus Jacco blij, die zeggen, nou, eigenlijk maakt het dus toch niet... Uh, sporten is ook in de avond tot een een uur of een half uur ja. voor uh, het slapen gaan. Zien wij nog steeds terug dat, jij, uh, ja, dat je beter slaapt. Nou, en, uh, en waar zit het hem dan in? Daar gaat de boel ook wel een beetje weer relativeren, want wat zij zien is bijvoorbeeld dat de diepe slaap, met 1,3% in duur toeneemt. 1% praat je over. Best hè? wel weinig. Hè? Ja. En dat de, de, de ram ja. latency, dus het moment waarop jouw ram slaapt voor de eerste keer, denk ik, uh, plaatsvindt, nou, dat scheelt dan 7 minuten. Ja. ja. Uh, en de fase 1 slaap, dus dat is waarin je in slaap valt. Die duurt sowieso normaal maar een paar minuten. Ja, die is ook een stukje korter. Dus het is ook allemaal niet dat je denkt, oeh, het maakt gigantisch veel uit. Maar zij zijn wel uh, sterk in uh, daarbij oké, okay, een paar observaties die ze zeggen ja. Het lijkt er wel op dat als jij hoogintensief traint, dat dat dan uh, het effect er minder is. Of misschien zelfs. Ja, Welk effect minder? Uh, dat dat jouw diepe slaap bijvoorbeeld met 1%, met ah, ja. 1 toeneemt. Ja, ja. Okay, gewoon dus je niet eerst aan. Wacht even, ja. mensen die sporten die hebben een betere slaap. Ja. Maar nu zeggen ze mm, bij intensief misschien niet. Ja. En maar wat zij ook noteren is twee dingen. Ja, het hangt nogal van af of het effect uh, er is van de omstandigheden, dus de warmte, temperatuur. Ja, ja, ja. al die andere factoren die impact hebben slaap. Speelt natuurlijk Dit is meta-analyse, dus dan gooi je alle studies op een rij. Uh, dan maakt het gewoon ingewikkeld. En daarbij zijn, zeggen ze ook, ja, we hebben eigenlijk één hele negatieve studie gevonden van de hoogintensieve intervaltraining, als we die eruit gooien. Dan zien we eigenlijk uh, dat het niet veel uitmaakt eigenlijk tussen moderate... Oké, oké, oké. Zij, zij wekken je wetenschapsfilosofie, ja. Jurgen. Ja. Een meta-review, je zegt het al, dat uh, is een studie waarin mensen kijken... wie heeft er allemaal onderzoek hierna gedaan, ja. leggen het allemaal op een hoop... kunnen we die data als soort van combineren en wat zien we dan? Ja. Nou is er één hele negatieve studie gevonden. Je ja. zou het ook kunnen omdraaien. Dus ja. Eén één groep wetenschappers heeft het door... Ja. Maar wij zeggen, nee, we gooien het eruit. En ja. In het grote gemiddelde ja. zien we geen effect. Ja, nou ja, hoe, hoe moeten we dat effect nou interpreteren? Heb je toevallig kans gehad om die, om die uitzonderingsstudie te bekijken? Die, uh, ja, maar ik heb in de tussentijd, 2018, ja. meer gekeken van wat er is er dan in de gekomen. laatste jaren ja, 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 gekomen. Ja, ja. En wat zie je dan? Nou ja, en, en de manier waarop... Kijk, zij gooiden dus alle studies op één hoop en zeiden gewoon, oké. Okay, en eigenlijk gingen ze dan... En, en daar, daar concluderen ze uit, het is gunstig. En daarna gingen ze, zonder daar statistisch eigenlijk nog goed naar te kijken, maar meer te benoemen. Van ja, het valt wel op dat de hoogintensieve, dat dat wellicht een trend of mm, erop, maar, mm. maar... En dat is wel gebeurd, bijvoorbeeld in een recentere studie, Canadese, uh, ook weer een review. En die hebben echt gekeken, oké, okay, zit er dan echt iets in die hoogintensieve training, ja, HIIT-training? Ja. Hebben we het natuurlijk uitgebreid over gehad. Waarbij je eigenlijk ja, intensiteit gaat omhoog, je, je traint minder lang... Maar je voelt bij jezelf, hartslag gaat meer omhoog, ja. meer adrenaline. Uh, misschien na afloop uh, zit je nog wat later, uh, langer na te branden of ja, het voelt. Ja. Uh, ja. Nou ja, en de, en zij hebben dus al die studies gekeken, sec genomen. Als je nou kijkt naar men, maar ja, dan heb je het weer? Waar vergelijk je het mee? Mensen die niet sporten op de avond en mensen die een hittraining doen ja. en tot een half uur voor het slapen gaan. Ja. Nou, en hun conclusie is: we vinden, ja. Voor al de parameters die zij naar gekeken hebben, zeggen ze geen verschillen. Behalve, er is een effect van hoogintensieve inspanning. Um, even kijken, het ging om 15 studies en 194 proefpersonen. Zeggen zij, oké, okay, alleen een verlaging van de remslaap met 2%. Maar geen andere effecten. Dus zij Wat zeggen, betekent ja, dat? Ja, stukje remslaap, 2% is dus eigenlijk zeggen, de droog. We zien dat, dat dat het aantal uren slaap, het inslapen, ja. al die andere factoren die slaaponderzoekers bekijken, zien we geen significante verschillen. Is. Maar ja. we zien wel ja. dat die mensen die intensief gesport hebben, die, die hebben minder remslaap. Ja. En remslaap wordt altijd gezegd. ja, dat is die Hebben die dan slaap, meer diepe je... slaap of zo? ja dat, zou, ja, dat zou je nee ja maar dat, dat komt er dan statistisch nee. dus weer net niet uit of nee, uh, nee, noem nee, maar op nee, nee, dus nee. zij zeggen nee ja dan ga je dat meteen relateren volgens mij is dat aan uh, juist de cognitieve taken hè, die ja. worden vaak ja. dan volgens mij in die droomslaap daar ja, herstellen dan het beste ja. lichaam is daarmee bezig volgens mij is dat best wel uh, lastig om uh, precies te duiden wat precies. er gebeurt ja. Uh, we kunnen straks misschien ook nog even kijken. Het is in ieder geval niet zo dat ze zeggen: hé, hey, uh, uh, zij zwakken het heel erg af te zeggen. Nou, als we dus op die, nou pak een beetje tien verschillende parameters, eentje eruit vinden, filteren waar we een effect vinden, is het hoogste. Dus, ja, de hoogste. Ja, het stukje rem slaat 2% minder. Nou ja, hmm. dus zij zeggen eigenlijk zeker genomen: het nee, maakt je niet hoeft uit. geen, je hoeft niet bang te zijn van: oh jee, ik, uh, ik kan geen intervaltraining doen voor hoog intensief uh, sporten. Uh, te, te kort op mijn slaap. Even toch iets tegenwerpen. Een beetje anekdotisch ja. misschien. Maar ik denk dat veel luisteraars nu denken: ja, kan wel zijn dat het wetenschappelijk ja, niet aangevoeld wordt. is mij anders. Maar ja. ik voel het to ja. toch. Als ik ja. van een potje pittige tennis om 11 uur s'avonds thuis kom, kan ik toch voorlopig niet slapen. Ja, ik weet ook niet wat dat dan. Ik denk dat het verschil zit: bestudeer je dit in een lab. Ja. Of je thuis, is het niet na afloop van dat potje tennis... ga je nog een, een potje bier drinken met je maten? Ah, of nakletsen, of noem ja. maar op. Ja. Ja. Je komt thuis sowieso, nou, dan ga je nog even douchen. Maar, en nou, nou, dan nou, ga je Oké, okay, maar dat, dat of, is een sociale context. Uh, ja. Maar dan ja. fysiologische context. We hebben het namelijk ook wel eens over... of uh, bijvoorbeeld hoogintensieve intervaltraining... of sowieso trainingen, of die een lekker na-L-effect hebben. Ja. En dan wordt er gezegd, zegt Guido Vroem... ik hoor hem het zeggen, ja. alleen maar... ja, intensieve training... Daar heb je een soort van ja. de hele dag plezier van, want dan staat van alles nog aan. Ja. Dus denk ik, ja, maar wacht even. Maar als je dan moet gaan slapen, dan moet dat allemaal uit. Ja, dus het is wel het bekend is, op zich dat je nog altijd aan het nabranden ja, bent, toch? zeg maar. De verbranding is nog steeds ja. na inspanning blijft uh, een tijdje omhoog, bijvoorbeeld. Moeten we dit maar gewoon even zo aan Vroemer vragen dan? Dan kunnen we zo onze, onze dokter. Ja. ja. Nou ja, en toch ben ik... Ja, er is... Nog een studie hebben dan gekeken. Oké, okay, dan willen we het echt goed weten. Maakt het dan uit of je nou... Uh, is het dan toch beter om matig intensief te ja, trainen? Want er was die laatste vraag ja. in de inleiding. Wat doet het met hoe je wakker wordt? Nou ja, eigenlijk... Uh, Interessante studie. Ja, zeker. Dus zij hebben... Want, dus het idee nou in ieder geval van matig intensief... Is duidelijk van je diepere slaap. En dat wordt ook wel nog steeds... Uh, dus dat, dat hoog intensief... Nou, niet nadelig waarschijnlijk, maar minder gunstige effecten. Dat is in het kort. Nou, wat ze gedaan hebben is eigenlijk, ze hebben mensen gewoon een 90 minuten voor het slapen gaan. Ook weer een lab-setting. Hebben ze drie groepen gemaakt. De ene, uh, ja, die, die ging met de beentjes omhoog. De andere ging uitgebreid, ik denk, na 60 minuten fietsen en een derde uh, stukje krachttraining. Nou, en daarna gaan slapen. Kwalificeert dat als intensieve training? Krachttraining? Ja, ja, ja ook okay. intensief. Uh, interval. Uh, en de volgende ochtend hebben ze gewoon wel laten slapen. In ieder geval een bepaald tijdstip wakker, maar, maar niet. Dus na drie uur, vier uur al. Uh, en gewoon uh, toen bekeken: van nou ja, daar hadden we het al over. Het uh, hebben cortisol gemeten, cortisolhormoon. Ja, wordt stresshormoon gezien. Uh, ze hebben de lichaamstemperatuur gemeten en een, een heel setje aan cognitieve testen. Na de nachtslaap ja, ja, meteen bij het opstaan. Ja. En eigenlijk gekeken van, maakt, ja, ben je nou door die diepe slaap bijvoorbeeld iets minder alert? Ben je gewoon wat suffer, wat duffer? Ja, je kent het wel als je heel diep hebt gelaten. Ja. Je voelt van, jezus, ja. ik moet nog helemaal wakker worden. Ja, ja uh, geen verschillen. Dus oh. uh, tussen die drie groepen. Dus ook daarmee. Wacht zeg even, het nee. wacht even, wacht even. Ja. Hele leuke vraag. Waarom gingen ze dit onderzoeken dan? Wordt omdat, dit wel gezegd? Omdat het idee was: van ja, maar zit er dan toch het nadeel aan van je, vooral als jij dan s'avonds dus, uh, uh, traint, ja. je slaapt dieper. Ja. Ook al is het misschien maar 1-2 procent. Uh, maar heeft dat dan toch consequenties voor ja, de, de sufheid de volgende dag? Dus ja. Hij, ja, hij, met een mooi woord wat dat dan uh, heet. Slaapinertie. Ja. Suf en vermoeid wakker worden. Nou, niet gevonden. Nou, dan is dat nog misschien iets wel interessant. Dat je denkt van... Uh, Oké, okay, ja, deze mensen konden gewoon rustig uitslapen. En uh, hoe zit dat dan? Uh, en andersom van... Hoe heb bedoel je met rustig uitslapen? Er stond geen wekker. Nee, dat klopt. Uh, Lekkere uh, studie. Wat je... Kunnen we daar ook eens aan meedoen? Nee, ik denk dat ze gewoon... Nee, volgens mij is het een hele prima opgezette studie. Nee, maar ik bedoel meer, het lijkt oh, me ja. een fijne studieweek, ja. toch? Jij mag een week bij ons in het lab, ja, s'avonds even sporten en hey, geen wekker. Goeie, uh, ja. Nee, dat, uh... <laughs> ja, ja, ik zal eens kijken of, uh, of, of heb je heb jij nu wel nodig, hè? Ja, lijkt ik, me heerlijk, uh... ja. Um, wat je vaak hoort is natuurlijk als jij durf wakker wordt, een beetje moe, en dan uh, denk: ja, dat is één manier om eigenlijk uh, weer fit aan de, Oeh, aan, de maar, uh, ochtend, fit aan de. dag te, de Ja, aan de dag te beginnen is het dan wel gunstig om 's ochtends maar meteen in, ja, even te, sporten, te spannen ja. of uh, beweging te doen. Nou ja, studie gedaan hebben ze mensen uh, naar bed gestuurd ja. en na twee uur uh, wakker gemaakt. Ja. En daarna, uh, ja. Uh, 30 seconden op een fiets gezet, dus heel kort eigenlijk. Ja. Of niet? Nou, daarna ook allerlei testen, die cognitieve testen uh, gedaan. Um, en gekeken naar, ja, maakt het iets uit voor die slaapinertie, voor de sufheid bij het opstaan? Na twee uur slapen? Ja, ja. en daar word je niet vrolijk van nee. als jij om twee uur. Nee. Nou, uh, uiteindelijk maakt dat ook niks uit. Dus ze, zien, ze zien wel, ja, cortisolniveau is even omhoog. Logisch, maar op je. Nou ja, dus, uh, Jacco, Leeuwerink en iedereen die ja. mensen om zich heen heeft die zeggen, Hee, je moet niet s'avonds sporten, dan kan je niet goed ja. slapen. Gaat dus nu dan weer claimen, ja, ik heb in de Slim Pesteren podcast gehoord, het is wetenschappelijk allemaal onzin. Uh... Laten we het omdraaien, goed formuleren, wetenschappelijk is niet heeft niet aan kunnen tonen dat er een effect is. Van, uh, nee, dus het is prima om s'avonds te ja. laten sporten. Blijf natuurlijk, hebben we uiteindelijk ook vaak over hier in de afleiding, als jij ...gelooft en voelt dat je slecht <laughs> ja. slaapt... Ja. ...ja, dat wordt een... ...een zelfvervulling Ja, maar toch? Ja, omdat ik ook denk dat er zit een... ...nou ja, je komt thuis en je bent nog even... ...je wil er nog even over hebben. Of ja. uh, bij de training blijf je even hangen... ...en je drinkt nog wat. En daarna, je kent dat wel, ga je op de bank zitten... ...en denk je, shit, ik moet nog eigenlijk douchen. Oh ja, ik heb maar, ja, misschien nog een beetje honger. Nou ja, voor je het weet... Neem je dat? Ga je misschien in die haast? Uh, ja, kom jij op je slaapkamer, het licht is al uit en je vrouw zegt: Ja, uh, er is geen tijd meer om te lezen of noem maar op, we gaan nu slapen. Dat je dan even denkt: Shit, ik ben nog niet, ik ben nog niet klaar voor de nacht, laat ik het zo zeggen. Ja, dat ook een... dus, maar ik, alle ik heb weet... ook een andere kant van het spectrum. Ja. want jij kwam die nacht door en dan die ochtendgymnastiek. Toen ik zag dat we het hierover gingen hebben, ik train. En ik heb het zo georganiseerd, heb ik ook vaker in de podcast genoemd, dat ik tegenwoordig bijna altijd alleen maar ochtends train. Maar dat heeft dan een ander effect. Uh, ik vind dat mentaal heel lekker, ja. want die training staat natuurlijk als een soort opdracht voor de dag. En als ik het maar gedaan heb, dan, hoef ik dat, hè, dan is die ja, is uh, grote opdracht van de dag is vast ja. volbracht. Ja. Dat vind ik een aspect en ik vind het ook een lekkere om wakker te worden. Zeg maar, ik heb het idee. Ook al zeg je ja. net, slaapenergie ja, bestaat niet. Ja. Maar dat ik als ik eerst een uur hard gelopen ja. of uh, twee uur gefietst heb... dat ik anders achter mijn bureau zit. Maar dan, dat doe jij dus echt om zeven uur s ochtends, hè, denk ik, toch? Mm, ja, of iets later. Ja, als die vogels Rond waren, uh, kwart voor acht, Samen acht met, met de vogels. Nee, je, uh, uh, ja. het is jammer. De rooster van Svi is een beetje veranderd. Maar die het eerste half jaar had hij altijd eerste uur. Dus die was altijd om kwart voor acht de deur uit. En, en dan ging ik achter de... haar aan ja. eruit. Ja. En dan tien uur achter het bureau. Ja. ja. Maar, um... nou ja, wij hebben dat, daar zit misschien ook nog wel iets in. Hè? Van uh, hebben we het natuurlijk over gehad. Uh, het tijdstip van de dag ja. om te trainen. Ja, maar daarvan weet ik uit aflevering uh, 81. Ja. Dat eigenlijk beter is om wat later op de dag te trainen ja. toch voor de ja, fysiologische processen fysiologisch, omdat dan je lichaamstemperatuur iets hoger is ja of, uh, laat ik ja, zo zeggen om te, te presteren, presteren. Ja. daar ging het om je kan beter presteren ja. later op de dag aan de andere kant zijn veel wedstrijden in de zomer vaak al s vroeg Zeker. dus dan is het ook wel fijn om te weten van hoe is het uh, in het hele ritueel van opstaan en en nog even eten om meteen en beginnen op dus dat speelt daar ook allemaal doorheen maar ja ik 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 was zelf wel verrast eigenlijk want ik dacht ook, ik was ook in die veronderstelling. Ja, maak het niet gek. Ga niet te lang door met, uh, uh, met je trainen, met je sporten s'avonds. En doe het vooral rustig aan. Dat eigenlijk uit de studies blijkt. Tot van, nu toe nee, kunnen we dat niet hard maken. Nee. Het nee. is een, uh, een, een, een volksgeloof. Mythe. Ja, een mythe. Een mythe die ja. we bij deze hebben ontkracht. Dus, uh, Jacco kan gewoon doorgaan op zijn manier. En, uh, <laughs> Lekker. Ja, en, en misschien met uh, de, de podcast aan de hand aan zijn. Uh, de twijfelaars in de omgeving toch zeggen, ja jongens, de wetenschap, uh, ja. die doet het, uh, vindt het zelf. Kan wel zijn dat je het zo gelooft, uh, maar wetenschappelijk gezien ja. is het niet waar. Ja. Um, we gaan nog even zoomen met Vroemen. En dan gaan we nog even kijken of het hem, ja ik denk dat ik het antwoord weet, maar toch even checken bij hem of het hij... Uh, of het hem wat uitmaakt, ja. of zijn atleten s ochtends of s avonds mee. Ik heb er nooit een advies over gezien, volgens mij niet. Uh, en uh, even aan hem vragen hoe dat nou zit met dat nabranden. Misschien heeft hij vanuit zijn ja. perspectief als arts er ja. nog iets op te zeggen. En even samen voorbeschouwd morgen vroeg, hè? Ja. Morgen vroeg start in Zeewolde. Ja, Mijn eerste halve triatlon. Gelukkig hoef je vanavond niks te doen, hè? Uh, jawel, dus we gaan zo naar ASM. Oh, ja. oh, drukke dag. Nee, uh, mijn uurtje slaap ga ik vannacht ook matig halen, denk ik. Hey, voordat we naar Vroemer uh, schakelen, even nog een paar mensen om uh, te bedanken, te vieren, blij mee te zijn. Hopelijk ga je nu je eigen naam ook horen. Let goed op, we hebben een hoop nieuwe vrienden van de show, bijvoorbeeld Gilles Stoop. En Jasper Diekema en Niels en Alex. Die hebben dan geen achternaam ingevuld, dat weet ik dan niet. Maar Jeroen van Son deed dat wel. Volgens mij traint hij ook bij Guido, als ik me goed herinner. Wat voor een bericht hij stuurde op Instagram: slimme podcast. Geert werd ook vriend van de show. En, hele bekende naam, maar die heeft even omgeschakeld van een maandelijkse betaling naar een jaarlijkse betaling: Victor Bastiaanse. Je kent hem wel, de mm. Peester van uh, Rotterdam. Ja. Dus uh, als je ook vriend van de show wil worden, liever even gelijk per jaar. Hè? Dan uh, krijg jij een maand korting en dan betalen wij maar één keer uh, transactiekosten. Uh, en Martijn Thomas is ook vriend van de show geworden. Dus uh, mooi, mooi rijtje, nieuwe vrienden. En uh, als jij dat ook wil worden, je, krijgt, uh, je, wordt lid, je mag lid worden van de Slim Besteren Strava Club... Je krijgt 25% korting op de webshop. En ja, je hoort erbij. Hè? Je maakt het mogelijk dat wij uh, deze podcast kunnen blijven maken uh, met zo min mogelijk advertenties. Ik yes. kreeg nog wel mijn donder van het weekend. Ik, had, uh, ik, had, ik heb natuurlijk gereden in Friesland. En ik, had, uh, ik, heb, ik heb ooit van Morten vier uh, pakjes van dat bicarbonaat gehad. Ja. Dat heb ik al in het CPC weekend gebruikt. Toen merkte ik helemaal niks. Maar nu moest ik natuurlijk een sprintriathlon doen, vijf kilometer. Ik denk hé, hey, dit is hoog intensief. En ik ja. had inderdaad het idee dat ik <laughs> gouden beentjes had. Had het idee. Ja, ja dus dat had ik maar netjes ja. erbij geschreven. Vond ik wel zo genuanceerd. Maar ik kreeg natuurlijk op het donder van Marieke. Ik zei: hé, hey, is dit gesponsord? Ja, nee. Maar ja, ik heb het wel gratis gekregen. Ja, je kan zeggen: het bakshout was op bij jullie. En je had dat toevallig gekregen. <laughs> ik kreeg een zakje iets, van, iets van nog een lenger, bekende ja, firma. Zeker. Ja, nou okay, ja. even. Ja, wat, uh, dat, dat, wat nu we het toch over hebben, vrienden. Toch een leuke anekdote. Ik heb Tourmalet gefietst, hè? Ja. Nou, dat is best wel een break. heftige goal. Zeker. Nou, en uh, ik uh, zit daar bovenop een beetje te wachten op mijn maten. Uh, ja, want komt... even, even toch, één ja. <laughs> stap daarvoor. Ik vroeg jou net uh, buiten de microfoon om, en uh, met zeven vrienden op stap, ja. was je de zwakste schakel, schakel ja, van de groep? Maar Was het, je uh, niet? Je was de sterkste ja, schakel, hè? Ja. ja ik heb veel moeten wachten, hoor Het ik. magneetje van Tourmalet oh, op de koelkast heb ik gewonnen. Het magneetje heb je gewonnen. Ja. Maar uh, ineens uh, ja, komt iemand om aflopen, shirt van uh, een wielerclub uit Nederweert En uh, zegt: Hé hey, uh, Jurgen, ja, mag ik uh, een selfie van, uh, van ons maken? Niet. Ja, ja, echt? ja, echt. Echt een soort uh, BNR-ervaring. Nou, ja, Roy Diederen en, uh, Lekker, Roy. en uh, de tweede vraag van, ja, hoe gaat het met je voorbereiding op de marathon? Hey. Dus ja, shit, ik denk, oh, nee, ja, dit was dus een, inderdaad, een vriend van de show uh, vertelde, ik zei ook, ja, hoe uh, hoorde je mij dan? Hij zei, nee, ik kijk ik weet oh, hoe op jij eruit ziet. Ja, ja, ja. Denk, uh, oh, wat grappig. Je werd gewoon herkend van YouTube. Nou, ja. kunnen we even zwaaien naar Roy. Hoi Roy. Dus, leuk dat je uh, zit te kijken. Nou ja, dat was natuurlijk wel een unieke ervaring ja, om leuk. bovenop de Tourmalet herkend te worden door een vriend van de Sierre. Hey, over marathons <laughs> gesproken. Uh, mijn volgende marathon wordt uh, 29 oktober. De uh, marathon van Brabant of de Brabant Marathon, ben ik niet helemaal uit, in uh, etten ja. Ik ben vorige week even op verkenning geweest. Want ik ben, uh, weet je misschien, één keer in de week nu in, uh, in Brabant uh, mm. bij mijn vader. Nou ja, moet ik iets leuks doen? Doen met hem. Denk, ik zeg: Kom pa, we rijden even naar Etteleur. Gaan we daar lunchen? Ja, nou, interessant dorp. Het is wel een plek waar je denkt, als je er niet hoeft te zijn, dan kom je er niet. Maar goed, wij hoeven er te zijn. Want we gaan met zoveel mogelijk vrienden van de show daar aan de start staan. Jij op de halve marathon, dat is één rondje. Ja. Ik op de hele, dat is twee rondjes. Ja. Ik ben even gaan uitzoeken waar we dan ons honk kunnen maken en zo. Er is daar een groot theater dorpshuis. Oh, en uh, inmiddels ook contact met Marloes van de organisatie. Die zegt, nou, dan maken we daar een hoekje voor jullie. En uh, daar kun je dan je spullen laten liggen en... Uh, ik denk dat ik gewoon Sofie ga vragen of die de tassen wil bewaken. Ja. Dat er in ieder geval iemand bij blijft. Nou, dat lijkt me He? wel echt. Wat uh... leuk, toch? Ja. ja. Ik krijg inmiddels veel berichtjes van uh, vrienden van de show en luisteraars die zeggen: Hé, hey, leuk, ik heb me ook ingeschreven. Wat ik even moet gaan doen, is die gaan verzamelen. Ik zal even beginnen met in onze Strava Club. Oh nee, maar dat is dan alleen vrienden van de show. Ik moet even, hoe, hoe kun, want, want je mag ook mee naar de Brabant Marathon als je Ach, geen vriend van de ja, show bent. Het is ja. natuurlijk leuker als je het wel bent. Ja, dan moet je toch gewoon een, een, een mail sturen, denk ik, hè, uiteindelijk. Ja, dan stuur maar even een mail naar ons dat je ja. meedoet. En dan maak ik even een leuke WhatsApp groepje of zo. Mail ons op uh, post Als jij je ook hebt ingeschreven voor de halve of de hele marathon voor, uh, in Brabant. En Marieke... Ook dit is dus geen betaalde samenwerking. Ik was op zoek naar een leuke nieuwe marathon die goed uitkomt in mijn planning. En uh, toen zag ik deze. En ik kreeg al wel suggesties van verschillende luisteraars. Die zeiden, als we nou een wat kleiner event pakken, dan zijn we met zo'n hele groep, vallen we ook echt op. Hè? Ja. Dan, dan ja. zien we elkaar ook goed. Nou, ik denk dat de Brabant Marathon volgens mij deed vorig jaar 250 oh, mensen nou, mee kijk. op de hele, al, de ja. hele afstand. Ja. Hè? Het hele event ja. doet niets van 3000 mensen mee. Ja. Maar uh, dus daar gaan we elkaar goed kunnen vinden, denk ik. Cool. Hé, hey, uh, laten we gauw naar onze sportarts en topcoach Guido Vroemer gaan. We gaan zoomen met Vroemer. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Guido. Hey. Goedemorgen. 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 Hé, hey, goed dat je er weer bent. Hoogtijd. Goed Slapen? Ja, nou, ik slaap vrij slecht deze dagen. Heb ik net al bekend. En zie je natuurlijk allemaal in mijn data... Ik slaap uh, kort. Ik ben vroeg wakker. Ik heb last van muggen, warmte muggen, en vogels. Vogels. Ja, en ik ben vorige week ook een paar keer s'avonds gaan trainen. Maar uh, volgens Jurgen had dat er in ieder geval geen effect nee, op. Nee, dat was heerlijk, jongen. Ja. <laughs> nou, het is Goed hoor, lekker. Ja, nu wel met het lange licht is het uh, wel handig. Ik, had, ik kreeg het een paar keer krap s ochtends. En opeens dacht ik: ja, maar ja, je kan nu ook gewoon nog tot half tien door, toch? S'avonds naar buiten? Ja. Um, Guido. Let jij erop of je atleten trainingen in de ochtend of in de avond uitvoeren? en maakt het jou wat uit? Uh, boe, in principe niet. Nee. Tenzij, dat komt het nou natuurlijk, ja. sommigen hebben nog wel eens dan uh, de neiging om het, nou ja, dan is het druk geweest overdag, geen tijd gehad, geen tijd gehad en dan is het al heel laat en dan staat die training dan nog. Ja. Dat en, is wat ik net uh, ook zei. Hè? Het is ja. fijn om hem ja. uit de weg te hebben. ze uitgebreid getrafeld. En, dan, ja. en, dan, ja, dan, en dan, dan moet je gaan denken: Nou ja, ja, weet je, um, het is, nou, laten we zeggen, het is tien uur. Mm, ja. Normaal ga ik om elf uur naar bed en ik heb nog een uur training. Dus ik ken net. Ja. Ja, dan is het niet zo handig, hè? want dan is het: je gaat trainen, je gaat je lichaam activeren. Je wordt uh, actief. En een uur later zou je moeten gaan slapen volgens je normale ritme. Ja, dat gaat niet lukken, denk ik. Nee. En dat dus zie, dan je, heb je, een zie conflict. je dat dan ook in de, terug in de, in de logboeken of de dingen die zij... Uh, ja. Ja. ja, dat zie ik wel bij mensen. Dat mensen wow, moeilijk in slaap komen. En ja, ik had ook wel laat, ik had geen tijd, te laat getraind. En dan weet ik, nou, dan lig ik nog uren wakker naar het plafond te staren. Ja. Ja. Guido, hoe komt dat? Want volgens de wetenschappers die Jurgen heeft weten bij elkaar te zoeken, is dat ja, ja. niet zo? Dan heeft hij, denk ik, de andere wetenschappers nee, nee, nee een flauwe ja, opmerking ja. Nou, maar komt het door dat is de timing denk ik hè. Weet je, als je s'avonds sport en je doet dat tot twee uur anderhalf uur, twee uur voordat je eigenlijk gaat slapen, dan heb je nog eigenlijk tijd genoeg om ja, af te koelen hè, weer in je normale um, um, homeostase balans te komen ja, ja. en dan ben je weer tot rust en dan kun je meestal al goed slapen zit je in een kortere tijd voor het slapen gaan, nou, dan wordt het Lastiger, maar meestal gaat het eigenlijk wel goed. Ja, nou dat is wat jij ook zei, Jurgen. Uiteindelijk, het lijkt lastiger, maar je slaapt prima. Ja, tenzij, maar misschien is dat het ook. Dat bij jou, trainen is natuurlijk best wel hard, allemaal. Oh, hè? Man. En dus misschien Not zit ze it. daar met een, een toch wel een intensieve training nog. En ja, nog even douchen. En nog even eten. En ja. nog even nababbelen. En nog even. Nou, maar dat was mijn vraag in de aflevering, Guido. Wat ik Locken. wat ik op een gegeven moment niet bij elkaar geruimd kreeg uit deze wetenschappelijke studies. En daar maakt dus wel altijd de knip ook minimaal een half uur voor het slapen. Ja. Hè? Dus half ja. uur winding ja. down heb je sowieso. Ja. Um, maar ik kan me ook herinneren dat we het wel eens met jou gehad hebben over als je nou een na-L-effect van training wil hebben, dat bijvoorbeeld bij hoog intensief, dat je wel zegt: "Nou, doe dat maar 's ochtends, want dan is de hele boel aan en dan heb je nog wel een aantal uur daarna een soort naverbrandingseffect." Dan dacht ik. Ja, maar hoe werkt dat dan als je hoog intensief doet en dan moet slapen? Ja, dan blijft die motor ook nog een beetje zo door, het Dan Vergelijk het met de automotor of ja. een elektrische motor. He, weet je, dan ga je rijden en als je heel lang of hard hebt gereden, dan wordt dat ding warm. En dan blijft hij, ook al zet je hem daar neer, blijft hij nog even doorloeien. He. Dan ja. moet hij afkoelen. Ja. Nou, dat eigenlijk gebeurt met ons lichaam hetzelfde. Want het lichaam, als je heel hard en hoog intensief gaat trainen, maakt maak heel veel warmte. Ga je dus ook heel veel kerntemperatuur stijgen. Hmm. Dat moet ook wel koelen, hè? Ja. want dat slaat niet lekker als je met een uh, temperatuur van 39 in bed ligt. en ja. denkt oh, warm. Ja, vooral nu niet, denk ik. Dus ik denk dat dat uh, Nu al zeker noeien. niet. Dus. Het heeft gewoon tijd nodig ja. om weer je, je, je temperatuur omlaag te brengen. Maar dat past dus, ook wel in, uh, in de studies, waarbij ze aangeven, ja. heel belangrijk blijft gewoon die omgevingstemperatuur... Ja, ja, dat heb je. En genoemd. dan wordt het na deze is, is dat dan misschien gevonden? wel hetgeen waardoor je het moeilijkst in slaap komt? Niet zozeer verhoogde hartslag of stress of adrenaline, maar juist dat je temperatuur nog eigenlijk wat te hoog is? Ik denk dat dat een hele grote rol speelt. Het is niet het enige, maar het speelt wel een hele grote rol. Dus als je kerntemperatuur gewoon hoog is, dan, uh, uh, ja, dan is je, uh, uh, je lichaam nog veel actiever. Aha. Je ja. brein ook. Moeten we dan um, misschien uh, als dan je s avonds sport... In ieder geval koud afdoen. <laughs> een ijsbad. Hè? Ja. Dippen. Ja, ja, ik zit dat heel onwetenschappelijk ja. hier nu te verzinnen als remedie. Het enige wat ik denk, ja. een van de effecten van koud, is toch ook juist dat het lichaam weer gaat. de temperatuur gaat opstoken, toch? Nou. Ja, maar nee, zo koud niet. Hè? Nee. Want als het al 39 is, dan ga je dus dippen en dan wordt het 38. En ja, dan, ja. ja, dan breng je het in de goede temperatuur. Ja. Je moet overtollige warmte kwijt. Ja. Je, hoeft het, je hoeft niet nog verder. Aha, dus nog een benefit van koud douchen wat we hier ook al vaak hebben afgeschoten als niet wetenschappelijk aan te tonen Toch even, ja, de overtollige warmte even sneller afkoelen voor even, even het slapen gaan ja. Helder. Ja. heb jij nog andere praktische tips misschien uit de, uit de praktijk of uit atleten of misschien topsportatleten die je begeleidt over rondom in de avond trainen ja dat wordt eigenlijk wat ik net zei avond trainen is ook prima zolang het maar ja, nog één tot twee uur voor je normale slaaptijd zit. Dan is, dan is het op zich prima om te doen hoor. Dan kan het. Hè, elke vorm van beweging. Daar word je moe van. En uh, een uur, twee of twee later. kun je prima van slapen. Ja, dus Zie je dat ook, is ook juist de tip. Uh, Ja, deze atleet van je. Aan, die aan de overkant van mij zit. dat is er eentje die juist veel vroeg. Uh, heerlijk ja. sport en dat veel doet. Kom je een beetje inderdaad zo'n uh, binaire verdeling tegen tussen jou en het leed? De ene gaan juist, zijn de vroege vogels. Ja. en de andere kiezen veel vaker voor het, uh, het latere tijdstip. Ja, ja, te, uh... ja. Weet je, het chronotype van de mensen. Ja. De ene is gewoon uh, eerder actief en de andere heeft wat meer tijd nodig. En die, uh, die is wat later op de dag, middag, avond, veel actiever. En die ja. gaat wat langer door. Ja, ja, daar zit een duidelijk verschil in. De ene heeft echt. Um, een grote voorkeur om direct zes uur op te staan en eigenlijk min of meer even snel te ontbijten en te gaan trainen. Terwijl de anderen zoiets hebben van, nou ik vind de ochtend wel uh, relaxed om even een beetje uit te slapen, bij te komen. En dan als ik een beetje uh, um, nou ja, uh, opgewarmd ben uh, en, en, en wat, uh, um, wat, wat activiteiten heb gedaan, dan kan ik in de middag eigenlijk gewoon uh, flink gaan trainen. Maar ma maakt er bij het prestatieniveau ook nog wat uit, of niet? Speelt dat er dwars doorheen? Nee, dat speelt er volgens mij, okay. dat maakt niet uit. Maar dit het is, is niet zo dat de chronotype mensen die ochtends vroeg trainen, altijd beter zijn nee. dan de. Okay. Als die je het mij op vraagt, op het dan denk ik, volgens mij ben ik chronotype avondmens. Ja. Ja, maar, ik, uh, dus... ik kan lang doorwerken, ik vind dat heerlijk. Uh, ja? Ik kan ook goed uitslapen. Maar ik doe mijn training dus vooral in ochtends om hem maar gedaan te <laughs> hebben. Hè? Want, want een dag glipt soms uit je vingers. En ik weet ja. niet, in die ja. eerste uren ben ik nog de baas over wat dan ik niks. ga doen. Ja. Um, en interessant. Wat, wat ik nog wel, wilde, ja? ik nog wel uh, over wilde zeggen, over dat chronotype. Er zijn natuurlijk heel veel wedstrijden. En dan hebben we het over onze triathlon bijvoorbeeld. Aanstaande zaterdag. Morgen dus. Die als starten niet in de avond. Nee, negen uur in de ochtend gaan en we er maar heel weinig. Ja. 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 En, er, en dus je moet wel een beetje gewend zijn om. Actief te zijn in de uren dat je moet presteren. Ja. Dat heb je ons wel eens verteld dat je ook richting de Olympics in Tokio met Jutse Plat op die uren ging trainen. Hè? Met de bril. Ja. Met het blauwe licht uh... het blauwe en het oranje licht. Ja. Hey, en dan toch nog iets interessants. Ik ben denk ik geen ochtendmens. Uh, we zijn zo actueel met deze opname. We kunnen het ja, gewoon hebben over de training afgelopen zondag. Uh, ook te vinden op mijn Strava-profiel. Als je het leuk vindt, ga me vooral volgen. Zoek Gerrit eigenlijk op, op Strava. Toen dacht ik: hey, ik moest van jou uh, rustige duur twee tot drie uur. Ik dacht: hé, hey, ik moet morgen in Zeewolde halve triatlon 80 kilometer fietsen. Nou, dat is dat ongeveer. Ik ja. heb hier een rondje van 20 kilometer. Zij wilde dus een rondje van 20 kilometer. Ik ga wedstrijdssimulatie wedstrijdsimulatie doen. Althans, niet helemaal op intensiteit. Maar ik ga ook eens vier rondjes doen. 80 kilometer. Wat mij opvalt, en ik weet niet hoe goed jij de data al bestudeerd hebt. Maar eerste rondje, echt knijterzwaar. Want dat is een ander verhaal. Ik, vind, ik wil met jou hebben over de opgegeven wattages. Maar in zijn algemeenheid, dat eerste rondje kon ik niet eens bijna halen. En dan hebben we rondje twee. En in rondje drie gaat dat opeens dikke vette prima. Dus ik krijg ja. nu ook een soort idee. Volgens mij moet er ook hmm. iets wakker worden of zo. Is dat, is dat wat kan? Maar wat had je de dag ervoor dan ook alweer <laughs> gedaan? Een lekker sprintwedstrijdje ja. is dienst. Ja. Kijk. Vertel eens. Daar want ik me. krijg daar best wel wat wenkbrauwen over mogen. Van gast, zo loop je zaterdag te racen en dan zondag deze training te doen? Ja, want ja, het gebeurt nou eenmaal hè, dan denk ik, dan, uh, dan maak je dat plan en dan denk ik, oh, dan ga je dan uh, wedstrijdsimulatie de dag na een wedstrijd doen. Ja. ja, maar dan is het logisch wel dat je dan een beetje stroefjes moet beginnen, omdat je nog wel last hebt van de dag ervoor. Dat was het gewoon, dat, dat, nou, dat herken ik ook wel. Het is dus ook bijvoorbeeld in mijn schouders, want ik had ook nog nooit zo lang op een tijdritfiets gelegen. En het eerste rondje lag het ook echt niet lekker. Terwijl tegen de tijd nee. dat ik bij rondje drie was, ja. kon ik gewoon door. Ja, dus ja, dan heeft, het, dan heeft dat de tijd nodig, maar dan merk je, nou, nou, in dat derde rondje, dan gaat het gewoon prima. Eigenlijk heb je de, de boel dan eigenlijk aangezwengeld en uh, gaat het eigenlijk gewoon goed en kun je het prima aan. Ja, dus dat is een effect. Maar ik zat meer dat dan ja. naar de wedstrijd toe te denken. Dat ik denk, ga ik dan zaterdag ook opeens. Nee, dan voelt dat heel anders. Hoe komt dat dan? Ja, omdat je dan niet die wedstrijd voor de ja, ja. dag ervoor hebt gehad, dus dan ben je wel een stukje frisser. Is ja, de, van, de vandaag hebben we gewoon echt rustdag, rustdag. Ja. En je hebt ja. al gezwommen, hè, denk ik. Ja. Een heel stukje, als het goed ja. is. ja. ja. ja, ja dus, dus een effect van die vermoeidheid wat ik daar heb gezien en gevoeld. Ja. 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 Dus want dan plaf dat ook, dat die slaapinertie waar het we het eerder over hadden. Ja, dat dacht ik, hè, dat dat, ja. dat dan dat was. Maar dat was het dus niet. Nee. Oké, okay. was gewoon moe. Ja, hij was, hij was gewoon moe. Dat kan hoor, nou. je kunt echt wel eens moe zijn. Ja. ja. Mag wel, ja, hè? Ja. ja, ja. Terwijl ja, dat we mag toch uh, langzaam beginnen aan het taperen. Maar goed, dat doen we nu. Uh, deze week heb ik dat wel gezien. Uh, ik herken alles van de taperaflevering. Dezelfde soort trainingen, maar wat minder lang. Ja, helder. We hebben het gehad over uh, s'avonds trainen. Heerlijk. Praktisch advies is: uh, als jij je er goed bij voelt, moet je het zeker doen. Als jij ervan overtuigd bent dat het niet voor jou werkt, nou, dan moet je vooral trainen wanneer je je er goed bij voelt. Maar wetenschappelijk gezien. Zou je jezelf kunnen omdenken doordat de wetenschap niet kan vinden dat je er echt heel veel last van hebt? Ja. Dat is natuurlijk deel als ook geloof, hè? Als jij gelooft dat je goed gaat slapen na je training, dan uh, help je ook de kans dat het zo is. Ja. Um, en uh, nou, Guido. Zorgen voor een... ook voor een koele slaapkamer. Ja. ja, nou dat dus. Ja. Zorg dat je voldoende afkoelt. Misschien met een koude douche of goede ventilatie in je slaapkamer. Mooi. Ja. Ja. Mooie aflevering over uh, avondsporten kan dus gewoon. Uh, nou, al die trainers je blijft zie je wel, je moet gewoon komen. Het is ook heel praktisch, ja. toch? Voor heel veel mensen kunnen helemaal niet overdag. Trainen. Tuurlijk, dat zou wel zonde zijn als ze zeggen: ik mag niet sporten, want dan kan ik niet slapen. Nee. nee, wij maakten deze aflevering naar aanleiding van een uitgebreide reactie van Jacco Leeuwerink. Dankjewel, Jacco, daarvoor. Als jij nou denkt: ja. hé, hey, ik heb ook wel een vraag of een suggestie. En ik heb een goede bak geduld. Want het kan soms het wel even? even duren voordat je je aflevering hoort. Uh, dan zijn er een aantal manieren waarop je met ons kan reageren. Allereerst op social media zijn we de slimmerpodcast. Op Twitter, Instagram en LinkedIn maken we van iedere aflevering een eigen post. Waaronder je kan reageren of uh, hartjes uh, kan geven of duimpjes. Of waar je ons kan gaan volgen en uh, ons berichtjes kan sturen. Of als je zegt, nou social media, daar ben ik niet zo van. Uh, dan kun je naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Ook van deze. Die link die kan je pakken en die kan je doorsturen. Bijvoorbeeld uh, Jacco. Naar al jouw vrienden die zeggen... <laughs> nee, we gaan niet s'avonds trainen. Uh, en tot slot, je mag ons ook mailen. Net zoals Jacco deed. Via slimmerpodcast.nl. Dat was hem. Ja. De ja. één na laatste aflevering van dit seizoen. Ik ga morgen lekker naar Zeewolde. Mijn allereerste halve triathlon ooit doen. Heel veel zin in. in alle. En, uh, nou, nou, je bent er goed, je goed bent slapen, klaar. hoop ik, uh, Gerrit, straks. Ik ja. ga proberen nou, goed te slapen. Die laatste nacht is niet Eerst <laughs> zo belangrijk. Hè? Weet je, als je dan wat slechter slaapt Doe de spanning, ja. vertrouwen, het komt goed. En Bovendien die? moeten wij dadelijk nog naar uh, de ASM Masters of Movement. Groeten aan alle mensen die we daar weer gaan zien om vijf uur weer wakker morgen. Ja, dus, uh, ik heb een planning uh, gemaakt: ja, kwart over zes wel. wekkertje. Kwart over zes wekken. Zeven ja. uur vertrek, ja. acht uur aanwezig, negen uur starten. Dus uh, Lijkt me heerlijk joh. Ja, ja, ik heb er zin in. Ja. Lekker warm. Ja. Ja. Succes jongen. Dankjewel. Um, volgende week, slotaflevering van seizoen 7. Ja. Ik heb er scheid aan uh, zin in. We gaan het hebben over het belang van uh, goed poepen voor de wedstrijd. Guido, Hier, tot ik. volgende week. Hoi, hoi. Ja, ik verheug me erop. <laughs> Goed dat je nog even luistert, want aan het eind van iedere aflevering delen we altijd nog een tip, uiteraard gebaseerd op een verse wetenschappelijke studie, om slimmer te presteren in je werk of in je leven in het algemeen. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie en de voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, welke studie heb je deze week gevonden? Ja, dat is wel interessant, want er het, 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 we weten allemaal hoe belangrijk sporten is. Nu komen ze er ook achter dat bij sommige groepen mensen of sommige omstandigheden. Het veel minder oplevert en heel weinig doet. He? Nou, en dat heeft dan te maken, dus dan zie hey, je gezondheidsvoordelen van, uh, van inspanning. Nou, die, die zien we niet. Nou, en dat komt omdat de mensen dan weliswaar gaan sporten, maar daaromheen alleen maar op een uh, luie kont blijven zitten. Oké, okay. en... specifiek rondom de training of überhaupt in hun leven dat ze veel zitten? Veel zitten en dan denk ik, ah, we gaan gewoon een uur uh, hardlopen. Ja, heb ik het weer gedaan. En dan zien ze de dag erop bijvoorbeeld, dat waar normaliter dan je nog profiteert van een toegenomen vetverbranding, dat je dat niet terugziet. Nou, de manier waarom dat op te lossen is om gedurende de dag toch ook af en toe te blijven wandelen. Of zelfs elk uur vier seconden een sprintje op de fiets te doen. Moet je wel en even... dan heb je al voordeel. Ja, moet je wel even je fiets meenemen naar je werk ja, of ja. noem maar op. En dan zien ze wel weer, hé, hey, dan... Wordt het eigenlijk weer uh, ja, netjes opgeheven en heb je wel weer de gezondheidswinst en de effect van uh, het sporten op je vetverbranding. Oké, okay, dus het is een tip voor mensen die een zittend beroep hebben, maar al wel sporten. Let erop dat je in de rest van die dag regelmatig toch ook even die bloedsomloop op gang brengt. Precies. Mooi tip.